Vorig jaar is dus ons Miss Sint-Klaas gestart en ik denk dat dat wel een vruchtbaar jaar was. We hebben Zimbabwe ook toen begonnen met 30 naar 20. 30 was volgens sommigen ook wel wat te veel. Hè. We hebben dit jaar, zoals andere misverkiezingen, denk ik nog wel iets moeilijker gehad met het vinden van geschikte kandidaten. Maar we hebben ons voorgehouden bij de preselecties. We hebben eigenlijk redelijk wat inschrijvingen gekregen eigenlijk, dus een beetje aanverlegd. We hebben een 60-tal inschrijvingen gekregen. We hebben er veel gezien, maar ja, we moeten ergens streng zijn. We hebben dit jaar ook gekozen voor meer kwaliteit voor onze show. Dat vinden wij uiterst belangrijk. Ik ga nu even ook nog het bestuur voorstellen. Ik zou graag begonnen met Guy. Guy is, zoals vorig jaar, die zorgt voor het licht, geluid, maar ook nog voor veel meer ondersteuning van de meisjes, begeleiding ervan. Dus hij is eigenlijk mijn belangrijkste persoon in de VZW voor de ondersteuning toch van de meisjes en voor het licht en geluid. Dat maakt en kraakt uw show inderdaad. Hè. En met zijn eigen zaak ook in Sint-Niklaas vind ik dat ook een mooie wisselwerking. Of apart in de Liefstraat, een beetje reclame nog aan die plaats. Hè. Fantastische service geeft die man. En ook op onze misverkiezing is dat trouwens mijn beste vriend geworden. Hè. Mijn tweede beste vriend geworden, die zorgt voor de financiën. Die zorgt voor het goed beleid van Sint-Niklaas, ook heel belangrijk, vind ik. Dus samen met die mensen, aangevuld door Lief dit jaar, is onze werkgroep. Die ga ik u later even voorstellen. Ik ga eerst nog onze choreograaf erbij halen, Laura Parijs. Zij heeft vorig jaar de finale voorzien van de zeg maar, choreo's. Dit jaar gaat ze ook zorgen voor de defilés samen met Evelien en Carol. Misschien dat ze zelf graag een woordje zegt. Ik ben vorig jaar eigenlijk een beetje binnen Miss Sint-Niklaas terechtgekomen omdat iemand mij had gecontacteerd met een klein probleem met een vorige choreograaf. Dus ik heb dan beslist dat ik dat wou doen. Alhoewel ik zelf nog maar 22 ben, dus dat is voor mij ook wel een nieuwe ervaring om hier te mogen aan deelnemen als choreograaf. Maar dat is mij wel heel goed bevallen vorig jaar, vandaar dat ik hier nu terug ben. En ik denk dat ik wel iets leuks kan creëren met de kandidaat. Sowieso, als je de show van de finale in Bavis mooi vond, dan is dat haar werk, dus dan zal het dit jaar niet anders zijn. Voilà. Nu even de werkgroep en ook de Miss Sint-Niklaas even aan jullie voorstellen, mocht je nog niet kennen. Evelien Kertoukie. Lien Nicolaasjek, eerste eredame en tweede eredame Carol Timmermans. Voilà. Dat is onze werkgroep dit jaar. Die gaan ervoor zorgen als een team zeg maar, dat alles mooi vlotjes loopt met communicatie naar de meisjes toe, begeleiding ervan. En dat kun je misschien doorgeven aan Carol. Zij kan misschien meer over doen. Ja, dus tot op vandaag hebben wij ons vooral bezig gehouden met de groep samen te stellen als het ware. Zo hebben we eigenlijk ook een eerste kennismaking met de meisjes gedaan. Dus hier vandaag is voor ons ook eigenlijk de eerste keer dat we ze nu echt eens in een groep samen zien. En dat we eigenlijk ook ja, kunnen zeggen dat we fier zijn op de groep die we aan jullie kunnen voorstellen. Het zijn allemaal frisse gezichten die één voor één heel enthousiast zijn om deel te nemen aan onze verkiezing. En dan ook wel de tweede editie. En ja, wij willen eigenlijk met hen een heel toffe tijd beleven. Er is waar ook echt een beleving en een avontuur van maken. En ja, de show is dus vanavond met een eerste kennismaking aan de pers. En voor hun ook een ja, eerste podiumervaring als het ware. Dus jullie zullen ook met hen even kennis kunnen maken. Ook zullen ze hier een nummertje trekken samen met Evelien. En dat is dan ook de nummer die ze eigenlijk zullen meenemen naar de halve finale. En waar jullie ze dan ook eigenlijk op het podium mee zullen zien. Dus zo'n beetje voor, of tot opnieuw, om het zo te zeggen. Ik wil nog even Evelien bedanken voor haar prachtig werk dat zij reeds al geleverd heeft. Als Miss Sint-Niklaas heeft dat heel mooi verdiend ook en ook telkens mooi opgevuld op tal van evenementen te staan, te schitteren. En ook vult zij ook nu ook de toeristische dienst aan met op de cover daar te pronken.
samen met de gids vol belevenissen Sint-Niklaas, waar zij tal van adresjes in Sint-Niklaas aanbeveelt. Dus ik denk dat dat wel een waardige ambassadrice is voor de stad Sint-Niklaas. En dat vind ik zelf wel heel belangrijk, omdat misverkiezingen, het gaat vaak over mode en goed uitzien, oké, het hoort erbij. Maar hetgeen dat eigenlijk een mis hoort te zijn, zoals Evelien een stralend voorbeeld daarvoor is, is een mis met een, niet met een Lego Mulsen, maar die echt voor de stad kan staan. En dat heeft zij tot nu toe zeker en vast bewezen en dat zal zij nog verder blijven doen. Dankjewel Evelien. Ik kan even een woord geven aan onze presentator, die is zoals vorig jaar terug, Freek de Vos. Hij heeft dit jaar gestaan op internationaal evenement Miss World Supermodel. Dus het is nu een internationaal presentator, dus ik denk wel dat hij een meerwaarde ook geeft dan Miss Sint-Niklaas. Dus bedankt Freek dat je terug voor ons gekozen hebt en misschien graag nog een woordje van u. Hans, dat is met veel plezier gedaan. Goedenavond iedereen. Als jullie erbij waren vorig jaar op de halve finale, hebben jullie dat gezien dat het casino volledig uitverkocht was. Er waren zelf wachtlijsten, dus voor een eerste keer. Dat was al een ongelooflijk succes. Als u dan ook weet, het bouwhuis, dat men op voorhand 150 mensen verwacht had en dat er dan nog op de avond zelf 300 aan de deur staan, dat wil zeggen dat de organisatie goed bezig was voor het eerste jaar. Dus we hopen dat we nu met het tweede jaar minstens even goed scoren. En als we kijken waar we nu al zitten voor nog maar de persvoorstelling in zo'n schitterende accommodatie als deze garage en die mensen die met de organisatie willen samenwerken, dan zijn we al goed gestaafd, denk ik. En de volgende mis, we hebben het daar net verteld, men is er zich nog niet zo goed van bewust, maar de volgende mis Sint-Niklaas krijgt een wagen uit deze garage. Als dat al geen fantastisch geschenk is. Dus misverkiezingen hebben de dag van vandaag niet gemakkelijk. Heeft het heel moeilijk om kandidaten te vinden om nog maar deel te nemen aan de preselecties. Dat zijn zelf dan vaak nationale verkiezingen. Als u weet dat Miss Sint-Niklaas een regionale verkiezing is, dat men allemaal eigenlijk een beetje uit de lokale visvijver moet halen, dat men toch nog zoveel kandidaten gevonden heeft, dan wil dat ten eerste zeggen dat hier nog veel mooie meisjes in jullie gebied zijn, maar ook dat de verkiezing vorig jaar een goede indruk nagelaten heeft. Want ik denk dat anders ook ouders en zo hun dochters niet zouden laten deelnemen aan een verkiezing zoals deze. En u ziet het prachtige resultaat, staat hier rechts van mij, links voor jullie, twee fenomenale eredames en een fantastische mis. Die ook fantastisch op foto's staan en ook verbaal heel sterk zijn, want daar stonden we op bij de selecties, dat zoals Hans het zei, niet enkel het omhulsel is als men Sint-Niklaas wil vertegenwoordigen en promoten en vanaf nu ook deze garage, dan moet men ook mondig zijn en niet alleen een mooi snoertje hebben. En als men niet mondig is, dan gaan we het er wel uitkrijgen op het podium. Dat doen we met veel plezier. Voilà. Okay. Ik ga je nog een, er zijn een paar belangrijke wijzigingen voor de halve finale. Die gaat door in de Klaverste Belzele, ook omdat wij willen laten zien dat een deelgemeente zoals Belzele zeker en vast ook mooie kantjes heeft. En dat hoort uiteraard ook bij Sint-Niklaas. De halve finale gaat door op 10 mei, dus een datum is ongewijzigd gebleven uiteraard. En de finale die gaat door in de Stad Schouwburg. Dat is dit jaar ook anders ten opzichte van vorig jaar, dat was dat in het bouwhuis. Waarom hebben we voor de Stad Schouwburg gekozen? Ten eerste, de kwaliteit daarvan ligt weer hoger dan in het bouwhuis. Zowel in stoelen als in geluid, licht. Dus daar zitten we al, ook in podiumgrootte, zitten we daar ook veel, veel beter aan dan in het bouwhuis. En het is natuurlijk ook het cultuurhart van Sint-Niklaas, dus dat lijkt me wel een ideale plaats om daar de nieuwe Miss Sint-Niklaas te kiezen. Ik had graag nog één iemand super graag in de bloemen gezet. Dat is het helemaal achteraan. Dat is Daniel. Hij heeft dit jaar Miss Sint-Niklaas naar nieuwe hoogte gebracht, zeg maar, met zijn prachtige website. Hij heeft het nog meer visueel verwoord eigenlijk dan vorig jaar. Ik ben daar enorm dankbaar voor, want het visueel plaatje is eigenlijk super belangrijk, zeker bij een misverkiezing. En hij post eigenlijk bijna elke week wel een item van wat Evelien, Lien of Carol doet eigenlijk voor de stad Sint-Niklaas. Ook als ook de nieuwe weetjes eigenlijk van waar dat het, waar het er gebeuren, wat er staat te gebeuren voor de nieuwe kandidaten. Dus ik stel ze dan ook graag samen met u even aan u voor. Ja,
Ik stel voor dat we gewoon van links beginnen, het eerste meisje zich voorstelt en we gaan zo verder en dat u dan ook uit de vaas uw nummer trekt dat u zal dragen tot en met de halve finale. Oké. Dus kom maar tot in het midden. Ja. Ah ja. Goedenavond, ik ben Tessa van Dam. Ik kom uit Kruibeke. Ja, waarom heb ik meegedaan? Gewoon echt omdat ik vond iets heel leuk. Ja, ik wilde eigenlijk mijzelf ontplooien op die manier. Ik hoop zo nieuwe contacten te leggen en eigenlijk mensen te leren kennen en nieuwe ervaringen te doen. Ja, voor de rest ben ik 19 jaar en ja, ik studeer in Sint-Carolus, in Sint-Nicolaas ook. En ik doe daar kinderzorg, dus ik zou eigenlijk verder gaan voor een dus, dankjewel. Ja. Dus jij hebt het nummer, je mag het vertellen, 13. Ja, 13. Voilà. Dus u mag dat voorlopig bijhouden, maar zal dat straks noteren op een blad. Goedenavond, ik ben Shirley. Ik woon in Calo. Ik ga hier in de klas naar school. Ik heb hier op school gezeten op KO. Ik zit nu momenteel op Sint-Druk, doe daar een kappersopleiding. Ik ben 20 jaar. Waarom doe ik mee met de misverkiezing? Gewoon voor de ervaring. Een beetje ook ervaring opdoen over het vak, over de kapsels, nieuwe mensen leren kennen. Ja, ik denk dat dat het zo is. Ik heb nummer 14. Ik ben Bo van Wiegelt. Ik ben 19 jaar oud. Ik ben van Zeelen. Ik heb eigenlijk 2-3 jaar in Sint-Niklaas naar school geweest. Ik heb daar toerisme gedaan. Momenteel werk ik fulltime in Puurs. En ik studeer ook nog vastgoed. Dus ja, waarom doe ik mee? Ja, je bent jong, je wilt iets in je leven. Ik denk dat het wel een leuke ervaring is. Dus vandaar doe ik een keer mee. Ik ben Shani, ik woon ook in Kruibeek, een heel klein dorpje eigenlijk. Ik ga hier al heel lang ook in Sint-Niklaas naar school en ik doe hier ook aan, ik neem er ook eigenlijk aan deel. Omdat het is ook een heel leuke ervaring, ik heb heel toffe meisjes ken. Ik hoop dat ik hier nog wat vriendinnen maak eigenlijk. En ik heb ook wel veel zin in de workshops eigenlijk, omdat ik dat leuk vind. En voor de rest, mijn hobby's zijn fitness en hockey. En ik hoop dat dat hier een heel leuke ervaring mag zijn. Dankjewel. Ik er intussen nog even bij vertellen dat al de dames gemaquilleerd zijn door een delegatie van de FM-groep en dat die mensen ook later op het jaar een workshop maquilleren zullen geven aan de meisjes. Dus dat is ook wel iets interessants om mee te nemen. Goedenavond, ik ben Asje Hendricks. Ik ben van de provincie Antwerpen, ik woon in Terschaat. De reden waarom ik meedoe is vooral voor plezier, voor de ervaring. Deels omdat ik van Antwerpen ben en misschien voor Sint-Niklaas beter te leren kennen. Goedenavond, ik ben Cynthia Wijns. Ik woon in Sint-Niklaas en in Hamme. Ik volg de opleiding zorgkundige. Ik zit in mijn 7e jaar. Ik ben 19 jaar en ik doe mee om mezelf te ontplooien, zelfzekerder te worden en om nieuwe mensen te leren kennen en om talrijke ervaringen op te doen. Ik heb nummer 2. Goedenavond iedereen, ik ben Santana de Wilde. Ik woon in St. Pauls, ik ben 21 jaar. Ik werk in het Algemeen Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Lucia.
Mijn hobby's zijn wandelen met de hondjes van mijn ouders en fietsen. Waarom doe ik mee aan de Sint-Niklaas? Ik hou van nieuwe contacten te leren kennen. Ik hou van nieuwe ervaringen opdoen. Dat zal zijn. Dank voor jullie aandacht. Ik heb nummertje 11. Goedenavond iedereen, mijn naam is Vanessa Verdikt. Ik ben geadopteerd en ik woon al sinds mijn 3 jaar in België. Waarom doe ik mee aan deze misverkiezing? Ik ga daar eerlijk over zijn. Ik heb een heel zware depressie gehad en sinds eind december ben ik uit de psychiatrie. En ik wou 2014 helemaal anders beginnen dan dat ik 2013 geëindigd ben. En dit is iets wat ik vroeger nooit zou gedaan hebben, mezelf zo te kijk zetten. En ja, ik dacht, waarom niet? En de mensen in mijn omgeving hebben mij daar ook bij aangeboden. Dus van, kom aan, Vanessa, je moet dat doen. Dus ja, ik sta hier. En ik hoop dat, dat dit een leuk jaar wordt. En dat ik mezelf terug wat kan ontkomen. Dank u wel voor jullie aandacht. Ik heb nummer 1. Ik doe orthopedagogie, nu mijn 2e jaar. En orthopedagogie houdt eigenlijk in dat ik met mensen moet omgaan. Dat is ook waarom ik mee heb gedaan aan Missen Niklaas. Ik ga heel graag met mensen om. Ik ben spontaan, sociaal. Ik hou van om te praten met mensen. En het is ook wel, dat is mijn grootste motivatie. Ik sta ook graag voor mensen. Ik laat mezelf graag zien. Ook al ben ik een klein beetje onzeker. Mijn naam is Melissa. Ik ben nummer 10. Mijn naam is Sessa. Ik ben afkomstig uit Wilrijk, Antwerpen. Maar mijn roots liggen eigenlijk aan mijn mannenstand in Wilrijk, in Sint-Niklaas, en mijn papa in Wilrijk. Maar eigenlijk is Sint-Niklaas eigenlijk altijd mijn tweede thuis geweest. Mijn oma woonde hier en tijdens de vakanties vonden mij ook hier, niet in Wilrijk. Waarom doe ik nu met deze verkiezing? Eigenlijk voor nog een stapje dichter bij Sint-Niklaas te komen, meer dingen te weten te komen die ik nog niet weet, want alles vertellen mijn grootouders natuurlijk niet. En ja, ook gewoon een leuke ervaring en ook eens zien van hoe dat een andere misverkiezing kan zijn. Dankjewel. Ik ben nummer 12. Goedenavond, ik ben Lise Verbrugge. Ik studeer voor burgerlijk milieu in Gent en tijdens mijn vrije tijd doe ik heel intensief aan atletiek. Ik zie misschien ik wel een hele grote uitdaging en ik hoop veel nieuwe mensen te leren kennen. En het is eigenlijk ook stiekem een beetje om aan mijn zelfvertrouwen te werken. Dank jullie wel. Omdat ik ook wel wat aan mijn zelfzekerheid wil werken. Ik sta altijd open voor nieuwe dingen. En het was altijd al een ding geweest eigenlijk voor mij te doen. Dan hier, Mies. Sinds kort zelfstandig. Ik heb een eigen restaurant in Rens. Ik woon in Schoten. Heel hard werken. Voor tijd heb ik hobby's heb ik niet zoveel tijd. En ik doe vooral mee voor de ervaring en de nieuwe kansen. Ik heb nummer 15.
ben Van Hoorn Kelly, ik ben 24 jaar, ik ben atleet. Waarom doe ik mee aan Sint-Niklaas? Omdat ik al een leuke misverkiezing achter de rug heb. Ik wil er nog heen doen en ik wil graag meer over Sint-Niklaas weten. Ik ben er 7. Goedenavond iedereen, ik ben Caroline Maas uit Sint-Niklaas. Ik doe mee aan deze verkiezing om de stad Sint-Niklaas te vertegenwoordigen. Het is mijn thuisstad, ik heb hier altijd graag gewoond en ik zou graag heel graag het willen terugdoen. Natuurlijk wil ik ook meedoen voor de ervaring en om deze fantastische dames beter te leren kennen. Ik ben nummer 16. Goedenavond, ik ben Aurélie Waterschoot, ik ben 20 jaar en ik zit momenteel in mijn laatste jaar marketing. Ik proef van de bedrijfswereld nu tijdens mijn stage. En waarom heb ik mij ingeschreven voor Miss Sint-Niklaas? Wel omdat ik toch onder andere de feeling heb om mensen warm te maken voor producten, onder andere ook voor steden. En het zou een grote eer zijn mocht ik de stad Sint-Niklaas vertegenwoordigen. Dank u wel. Goedenavond iedereen. Ik heb dus de eer om als laatste. En ik ben dus Leslie van Schepdaal. Ik ben 19 jaar. En waarom ik hier aan meedoe is om mijn zelfvertrouwen een enorme boost te geven. En ik hoop heel veel nieuwe dingen bij te leren. Bedankt. Ik ben een nummer 19. Dus zoals u ziet zijn er nu 17 dames, ontbreken er 3. Eentje die op reis is nog en 2 die elk een heldige reden hebben. Maar men gaat dus door naar de halve finale met 20. Dus 10 minder dan vorig jaar, een bewuste keuze. En op de halve finale gaan we van 4 dames afscheid nemen. Die dus met 16 gaan doorgaan naar de finale. Ook een even cijfer, omdat voor de choreografen dat natuurlijk praktisch en visueel interessant werken is. Zijn er nog vragen soms van? De datum van de finale? Dat is 11 oktober. Als ik heb een verschil niet gehoord, geloof ik. Hoe hebben jullie deze verkiezing leren kennen? Eigenlijk via Facebook heb ik dat gezien. En ik heb zoiets van, Sint-Niklaas moet niet per se een Sint-Niklaas zelf zijn. Ik denk dat ik gewoon een meisje van een andere gemeente of provincie perfect Sint-Niklaas kan vertegenwoordigen als mijn Sint-Niklaas. Die via de sociale media. Ja, Facebook. Dat leeft al inderdaad, Facebook. Het, ook de vrienden van vorig jaar zitten ook allemaal gelinkt aan Miss Niklaas dat ze leuk vinden. Dus als wij daar een boodschap op zetten, lijkt mij evident dat er vandaar ook nieuwe inschrijvingen komen. En dat is stijgende. Momenteel staat onze tel op Facebook op 2625 leuks. Dus na het tweede jaar is het ook geen slechte prestatie. Er zijn wel veel meer mooie meisjes in Sint-Niklaas als daar, maar ja. Zolang dat het stijgt, ben ik heel tevreden. Okay. Goedenavond, ik ben Johan Baldewijns. Ik sta hier samen met Frederik de Vos bij de persconferentie van Miss Sint-Niklaas in Sint-Gilles-Waas. Dag Johan. Dag Frederik. Hoe valt deze verkiezing tot nu toe al mee? We zitten met de eerste, met de tweede persverkiezing. En hoe gaan we nu verder gaan? Dus zoals u net zegt, hebben we vanavond net de tweede persvoorstelling achter de rug. Vorig jaar was Miss Sint-Niklaas een zo groot succes dat we eigenlijk dit jaar bang waren dat we dat succes niet meer konden behalen. Te beginnen met de kandidates vinden en het succes was nog veel groter dan het eerste jaar. Dus daar is de organisatie natuurlijk bijzonder blij om. Ja, verleden jaar, dat was eigenlijk het eerste jaar van Miss Sint-Niklaas. Dat was dan echt wel goed meegevallen, als ik het goed begrijp.
absoluut. Men heeft een halve finale gedaan in het casinogebouw van Sint-Niklaas. En men had daar wachtlijsten, dus het was ogenblikkelijk uitverkocht. Dus dat is wel iets uniek. En dan de finale zelf had men x-aantal mensen verwacht die op voorhand een kaart gekocht hadden. En dan stonden plots aan de deur nog 300 mensen. Dus dat was ongelooflijk. Men heeft toen stoelen moeten bijsleuren, dus men is daar een beetje slachtoffer van hun eigen succes geworden. Tuurlijk, dat is een kinderziekte. Men wist niet op voorhand hoeveel volk men mocht verwachten. Het was de eerste keer. Maar uiteindelijk, als de stoelen allemaal stonden en iedereen zat, was het een prachtige show. En ik denk dat ook die show er deel van uitmaakt dat men dit jaar ook zoveel kandidaten had. Die verkiezing, Frederik, met Sint-Niklaas, voor wat staat die nu eigenlijk? Wel, het wordt geruggesteund door de stad Sint-Niklaas, daarom niet financieel misschien, maar ook symbolisch. En het is de bedoeling dat de dames ook promotie maken voor Sint-Niklaas in de ruime omgeving. En een voorbeeld, de huidige mis, Evelien, die staat nu op de toeristische gids van de stad. En die gids wordt overal verspreid, dus ik denk dat dat al een mooi gegeven is. Maar dat is niet het enigste, maar dat is al iets waardoor dat de stad gelinkt wordt aan de verkiezing. Ik heb net de meisjes gezien, die waren allemaal mooi in het zwart. Dat klopt. De meisjes, dat is het enige dat hen werd opgedragen. Er werd hun op voorhand ook niets gezegd dat men iets moest voorbereiden. Dus het was eigenlijk voor hen, aan jullie, hun absolute vuurdoop. Dus men wist niet dat men zich moest voorstellen. Men dacht echt dat men enkel eens moest een pirouette draaien en weer weggaan. Men heeft zich moeten voorstellen. Men heeft ook het nummer getrokken dat men zal dragen voor de halve finale. Dus wel belangrijk in welke volgorde men moet opkomen en zo, is vanavond voor jullie en jullie bijzijn bepaald. Welke voorwaarden zijn er nu eigenlijk om aan Sint-Niklaas te kunnen meedoen, Frederik? We moeten in ieder geval van Belgische origine zijn, de Belgische nationaliteit hebben, want er waren blijkbaar heel veel Nederlandse kandidaten, maar in het reglement staat er dat dat niet mogelijk is, ondanks er wel heel wat mooie dames waren van Nederland. Maar pardon, men was streng en men heeft dat niet toegestaan. Men heeft mooie dames genoeg hier in de ruime omgeving. En, want soms moeten dames gaan kaarten verkopen en sponsorgeld zoeken. Is dat in deze verkiezing ook het geval? Hier moet men, als men niet wil, niet 1 euro binnenbrengen. Maar ik denk dat het logisch is dat iedereen wel familie heeft. Vader, moeder, broer, zus, nicht, neef, tante, onkel. Die toch wel eens wil komen kijken hoe hun familielid of liefje het doet op een podium. Want voor al de dames vandaag is het de eerste keer. Dus als zij niet gaan gesupporterd worden door hun omgeving. Maar men is het dus niet verplicht. Daar staan bij Miss Sint-Niklaas geen punten op in tegenstelling tot andere verkiezingen. Dat is wel super. Nu, we staan hier in garage De Witte en dat is een Nissan garage. Zegt dat die ook iets over de prijs? Absoluut, ik ben blij dat je het ziet. Dat is inderdaad ook de reden waarom hier de persvoorstelling vanavond is. Miss Sint-Niklaas volgend jaar wint een fantastische Nissan die nu zelf nog niet op de markt is. Dus het zal een exclusieve wagen zijn die ze zal kunnen meenemen naar huis. Dus ik denk dat dat een schitterende prijs is voor een verkiezing die nog maar aan haar tweede editie toe is. Maar daarnaast zijn er ook heel wat andere prijzen. Om er één van op te sommen naast al de wellness-toestand is een jacuzzi die men mag meenemen naar huis. Dus als dat geen schitterende prijs is en als men geen plaats heeft, de presentator is wel geïnteresseerd. Word jij nu een beetje het gezicht ook van Miss Sint-Niklaas? Of doe je alleen presentatie? Of is je job wel ruimer als dat? Wel, ik presenteer inderdaad de halve finale en de finale, maar daarnaast ben ik ook een beetje externe raadgever van de verkiezing, hoe men het moet aanpakken. Want eigenlijk, het is een mooie anekdote, een mooi verhaal. Waarom is Miss Sint-Niklaas ontstaan? Even een zijsprong. De voorzitter van de verkiezing, Hans, is eigenlijk een houtsmid. En hij zocht een verkiezing in de omgeving die hij wou sponsoren met een kroontje. Maar er is hier in de ruime omgeving geen verkiezing. Dus heeft hij gezegd, oké, dan ga ik zelf een organiseren om mijn kroontje te kunnen wegschenken. En zo is Miss Sint-Niklaas eigenlijk echt ontstaan. Maar die mensen hebben met alle respect geen echte ervaring in de missenwereld. En daarom heeft men mij dan geboekt om hen daarbij te helpen. En ik denk dat dat vorig jaar bijzonder geslaagd is. Te zien aan de organisatie en dergelijke meer. En hopelijk kunnen we dat dit jaar opnieuw doen. Heb je nog een idee van de andere prijzen? Want de eerste prijs gaat waarschijnlijk voor een wagen zijn. Zijn er nog andere prijzen in het verschiet dat je weet? Ik heb gezien dat er 3 bladzijden aan prijzen zijn. Op dit moment en de halve finale moet nog beginnen. Maar wat de prijzen in detail zijn, weet ik dus eigenlijk niet. Kan ik jammer genoeg niet op antwoorden, want het is zeer gedetailleerd natuurlijk. Stel nu dat er nog meisjes na zo'n geweldige prijs, als ze dit even zien op WLM, en zeggen, wauw, we willen wel even meedoen, we willen geen kaarten verkopen. Kunnen zij zich nog inschrijven?
We hebben nu net de persvoorstelling gehad, dus nu kunnen er natuurlijk geen kandidaten meer bijkomen, maar men kan zich natuurlijk wel al opgeven naar volgend jaar toe. Wat ik die dames die geïnteresseerd zijn aanraad, is kom kijken naar de halve finale. Kom kijken naar de finale en doe ideeën op, doe inspiratie op. Kijk hoe het in zijn werk gaat, dan kan je je al een beetje mentaal voorbereiden en dan volgend jaar kom erbij en dan maken we er iets speciaals van. Oké, Frederik, bedankt. Ik wens jullie de organisatie en jezelf een spetterende verkiezing toe.